Een prentenboek dat ik vorige week heb gelezen van Sarijn ter Brake met illustraties van Sassafras de Bruin heet Prinses Piccalilli. En waarom het dat zo is bijgebleven is omdat het totaal niet het type prinsessenboek is wat je verwacht bij prinsessenboeken. Geen roze, speelse jurkjes met veel kleurtjes, maar juist het gaat over een zure prinsesje die vanaf de geboorte al chagrijnig is, zuur, niet wil lachen. Iedereen heeft het moeite met haar, ze is niet vrolijk te krijgen en de illustraties zijn ontzettend mooi in bruine, grijze tinten. Heel mooi getekend en ja, ze moet op een gegeven moment gaan huwen en er komen allerlei prinsen die vrolijk zijn en haar aan het lachen proberen te maken. Maar dat lukt allemaal niet. Prinsesje Piccalilli blijft zichzelf. Ze laat zich niet overtuigen. En op een gegeven moment komt er een nogal chagrijnige prins. Die zelf ook zo ontzettend zuur en chagrijnig is. Dat eindelijk met hem de klik is. En dat zij samen wel moeten lachen. En nou ja, ik vind het een heel origineel boek. En de teksten zijn ontzettend leuk. Kort en bondig geschreven. Verwijzingen naar bekende sprookjes. En ja, ik denk dat het zowel voor ouders als voor kinderen echt ontzettend leuk is om te lezen. En niet alleen voor meisjes, maar ook voor jongens. Dus voor jong en oud heel erg leuk. Piccalilli, Prinsesje Piccalilli van Sarijn ter Brake en Sassafras de Bruin.